Handen aan de knieën. 1, 2, ja. Heb jij diep van binnen discriminerende trekjes? Doe de test. De Universiteit van Nederland presenteert sociaal-psycholoog professor Dr. Daniël Wigbolders. Doe even met me mee om mijn plezier te doen. Bert en? Ernie. Heel goed. Bassie en? Adria. Laurel en? Arnie. Sinterklaas en? Sankties. Oeh. Dat ging nog net, hè? Dat is toch heel boeiend dat als ik tegen een zaal met mensen waarvan ik het grootste deel niet ken, als ik zeg Bert en dat we gewoon collectief zeggen Ernie. Nou, dat geeft ons nu al een heel warm gevoel van we weten allemaal hetzelfde met elkaar. Dat is mooi, zeker voor een sociaal psycholoog. Maar wat ook interessant is, hoe komt dat nou? Dat als ik Bert zeg, dat jullie allemaal Ernie zeggen. Hier wordt gezegd, ja, die horen gewoon bij elkaar. Bert hoort bij Ernie. Bassie hoort bij Adriaan. Hoe komen we aan die kennis? Ja, dat is ook een interessante vraag. Psychologen maken wel onderscheid tussen twee manieren van leren. De ene manier van leren is meer expliciet leren. Dat je heel bewust aan het stampen bent. Zoals we ooit vroeger alle steden van de Nederlandse provincies hebben geleerd. En echt moeite moesten doen om dat erin te stampen. En de andere manier van leren is meer impliciet leren. Meer associatief leren. Wat als vanzelf gaat. Waar je niet bewust mee bezig bent. Nou, ik maak me sterk dat er weinig mensen hier in de zaal zitten die op een goede dag tegen zichzelf zeiden, weet je wat, ik ga vanavond op zolder zitten en ik ga allemaal komische duo's uit mijn hoofd leren. Dat is niet het geval. Hoe komt het dat als ik Bert zeg dat jullie allemaal Ernie zeggen, die twee zijn zo vaak samen voorgekomen, dat is met elkaar geassocieerd geraakt. Marokkaan en crimineel. Komt zo vaak samen voor, veel meer dan Marokkaan en wat positiefs, dat is bij heel veel van ons met elkaar geassocieerd geraakt. Is dat dan onze mening? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat dat onze mening is. Dat denk ik niet. Hebben we die associatie in ons hoofd? Op een meer associatief, impliciet niveau? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Als je gewoon de media, als je de cultuur waarin wij opgegroeid zijn, als je de afgelopen 10 jaar de kranten naast elkaar legt en je kijkt hoe vaak worden Marokkanen geassocieerd met iets positiefs en hoe vaak met iets negatiefs, nou dan weet ik wel wat eruit komt. En daar worden wij wel aan blootgesteld. Precies zo als die Bart Smit folder. Die meisjes die daar geassocieerd worden met het huishouden doen, dat is een associatie tussen vrouwen en huishouden doen die er consequent wordt ingestampt. Kijk maar een avondje op de Nederlandse televisie naar de reclames. Nou, hoe vaak zie je een man met zijn doekje in zijn hand? Zelden. Hoe vaak zie je een man die het probleem van kalk in de wasmachine komt oplossen? Veel vaker. Keer op keer op keer. En dan kan je het er niet mee eens zijn. Ik ben het er niet mee eens. Maar die associatie, Bert en Ernie, Bassie en Adriaan, vrouwen, huishouden. Die associatie die is gewoon door impliciet leren, komt die gewoon in ons systeem te zitten. Dus wij leren op grond van onze ouders, wij leren op grond van onze eigen ervaring, maar wij leren ook gewoon omdat dingen samen veel worden aangeboden. En nogmaals, die associaties zitten gewoon in ons hoofd. Nou, voor sociaal-psychologen was dat de afgelopen decennium een heel interessant fenomeen. Die impliciete associaties. Dus niet wat mensen vinden, maar die associaties die mensen aangeleerd hebben gekregen. Kan je die ook meten? Kan je die op de een of andere manier naar voren brengen? En daarvoor hebben ze een hele interessante test ontwikkeld. De impliciete associatietest. En normaal doe je die test achter een computer. En dan wordt precies geregistreerd de reactietijd van de proefpersoon. Maar ik heb goed nieuws, wij kunnen de test ook hier nu vanavond met z'n allen doen. Is dat een goed idee of niet? Kan dat confronterend zijn? Ja. Nou, wat ik u nu wil vragen is, we gaan dus de test doen. Een soort verkorte versie ervan. Ik wil u vragen om even serieus mee te doen.
U zult ongetwijfeld vragen hebben, maar hou die even voor u. We gaan de hele test door en daarna zal ik uitleg geven. Maar het is in het belang van het experiment dat u nu goed meedoet. Nou, gaat u even rechtop zitten en de handen op de knieën. Heel goed. Linkerhand op de linkerknie, rechterhand op de rechterknie. U krijgt zo dadelijk krijgt u een aantal woorden op het scherm te zien. En de eerste die komen zo tevoorschijn. En de eerste woorden die u zo krijgt te zien zijn overduidelijk, zijn positieve en negatieve woorden. En wat u moet doen is, stel dat het eerste woord zoals hier negatief is, dan slaat u op de rechterknie. Want de rechterknie is negatief. Als het tweede woord ook negatief is, slaat u weer op de rechterknie. Stel dat het derde woord positief is, slaat u op de linkerknie. Zo gaan we 20 woorden doen, de woorden die scrollen voorbij. We doen dat expres, want de bedoeling is dat u een beetje het tempo erin houdt. Dus de woorden komen voorbij, doe zo serieus mogelijk mee. Positief woord linkerknie, negatief woord rechterknie. Als u een foutje maakt, dat voelt u vanzelf aan, dan herstelt u het gewoon even. Afgesproken? Oké, daar gaan we. 1, 2, ja, begin maar. Heel goed. Heel goed. Valt nog niet mee, hè? Nee, u moet er wel een beetje bij blijven. Nou, gaan we het nog een keer doen. Alleen nu krijgen we... Nu krijgen we Nederlandse namen. En over de term is veel te doen geweest. Maar laten we de term hier nog even gewoon gebruiken. En allochtone namen. Dus we krijgen meer typisch traditioneel Nederlandse namen, zoals Henk. En meer typisch allochtone namen, zoals Ali, Kamal enzovoort. De opdracht is simpel, net als de net. Bij een Nederlandse naam linkerknie, allochtone naam rechterknie. Dus bedenk het even goed. Nederlands links, allochtoon rechts. Handen aan de knieën. 1, 2, ja. Heel goed, heel goed. Best wel moeilijk, hè? Maar u krijgt de smaak te pakken. Zullen we het nog ietsje moeilijker maken? We gaan het nu nog een keer doen. Maar nu zitten de namen en de woorden zitten door elkaar. Dus wat u nu doet, bedenk het even goed. Nederlandse naam zijn dezelfde namen als de net linkerknie. Positieve woorden ook linkerknie. Allochtone namen, rechterknie. Negatieve woorden ook rechterknie. Dus bedenk even goed, Nederlands positief links, allochtoon negatief rechts. Heeft u hem? Handen aan de knieën. 1, 2, ja. Ah, dat gaat wel heel goed. Dat gaat wel heel goed. Nou, we hebben er nog 2 te gaan. We zijn er bijna. Nu gaan we er eentje omdraaien. We gaan weer even terug naar alleen de namen. Alleen, we gaan nu even de namen oefenen, maar nu allochtoon links, Nederlands rechts. Dus het zijn weer dezelfde namen, maar bedenk even goed, allochtone namen links, Nederlandse namen rechts. Allochtoon links, Nederlands rechts. Bent u er klaar voor? Handen aan de knieën. 1, 2, 3. Ja, zet hem op, hè.
Hoorde u ook al dat er echt een groepsritme begint te ontstaan al? Mooi, hè? Nou, nu gaan we de laatste. Nu blijven de positieve en negatieve woorden staan gewoon zoals ze de hele tijd stonden. Allochtoon en Nederlands zijn nu net als we de laatste keer ze geoefend hebben. Dus we krijgen weer dezelfde positief-negatief woorden en allochtoon Nederlandse namen. Maar let op, nu dus allochtoon en positief links en Nederlands en negatief rechts. Dus onthoud goed, allochtoon positief links, Nederlands negatief rechts. Heeft u hem in uw hoofd zitten? Allochtoon positief links, Nederlands negatief rechts. 1, 2, ja. Toen ik deze test in het begin in collegezalen deed, toen stond ik nog heel enthousiast met een stopwatch, want dan ging ik meten hoe snel ze waren met het ene blok of het andere blok, maar dat bleek helemaal niet nodig te zijn. Want zoals een student een keer tegen mij zei, bij dat laatste blok, het lijkt me of ik kortsluiting ervaar. Herkent u dat? Het gaat gewoon mis in je hoofd. Nou, dit is heel interessant. Dit is heel interessant. Er zijn een hoop kritische vragen over deze test te stellen. Want u voelt natuurlijk ook wel aan, het gaat uiteindelijk om die twee blokken waarin het gepaard aangeboden werd. In het eerste blok, waarin we Nederlands positief en allochtoon negatief bij elkaar hadden, is het op een zeg maar cultureel bevooroordeelde, in lijn met de vooroordelen die heersen in de cultuur, is het gepaard. Nederlands positief, allochtoon negatief. In dat laatste blok, waar het gepaard was, gaat het tegen die vooroordelen in. Zit negatief en Nederlands bij elkaar en positief en allochtoon bij elkaar. En daar blijken mensen veel meer moeite mee te hebben. Nou kunt u zeggen van ja, maar we leerden hem eerst anders en dan moet je hem omdraaien en dat maakt het moeilijk. Helemaal met u eens. Ik heb er alleen twee dingen tegen in te brengen, want u wil natuurlijk uw eigen niet bevooroordeelde hachje redden, dat begrijp ik ook wel. Het eerste is, toen we alleen de namen omdraaiden, ik weet niet of u dat doorhad, toen we dus allochtone Nederlands omdraaiden, toen ging u als een speer. Dat ging echt heel goed. Dus het omdraaien, daar zat het hem niet in. Het zat hem erin toen we weer positief en negatief daaraan koppelden, toen ging het opeens mis. Toen was er de kortsluiting. Het andere argument is dat in echt wetenschappelijk onderzoek, als je dit op de computer doet, worden de woorden één voor één aangeboden en zorg je er natuurlijk voor dat je over proefpersonen heen alle mogelijke volgordes hebt. Dus sommige proefpersonen krijgen eerst die consistente combinaties, andere eerst die inconsistente combinaties. Interessant is trouwens, als je proefpersonen eerst de inconsistente combinatie geeft, dus positief allochtoon en negatief Nederlands, en dan worden ze dus sneller aan het eind bij de consistente, dan zeggen proefpersonen, ja, ik werd steeds sneller omdat ik het steeds vaker deed. Dus die komen dan met het omgekeerde argument. Als je controleert voor die verschillende volgordes, dan vind je overal dat mensen over het algemeen, we hebben deze test in Nederland verschillende keer gedaan, mensen zijn veel sneller en maken minder fouten wanneer het consistent is dan wanneer het inconsistent is. En daar zijn individuele verschillen in, maar als je erover nadenkt, gaat dat heel ver. Dus als je die test doet, dan denk je even, goh, grappig, maar dit is heftig. Dit heeft te maken met associaties die in uw hoofd zitten. U vindt het makkelijker, velen van u, om allochtoon te koppelen aan negatief en Nederlands aan positief dan omgekeerd. Is dit nou uw mening? Er waren psychologen toen dit soort testen een jaar of 10, 15 jaar geleden begonnen, die heel enthousiast zeiden, oh, nu kunnen we de ware attitude meten. Dit is mensen hun echte mening. Inmiddels zijn we daarvan afgestapt. Dit is niet de echte mening. Je kan op expliciet bewust niveau kan je heel positief tegenover allochtonen staan. Nee, dit zijn Bassie en Adriaan effecten. Bert en Ernie, Laurel en Hardy. Deze dingen worden zo vaak samen aangeboden dat die associaties gewoon in je hoofd gaan zitten.
In Amerika hebben Brian Nosek, Tony Greenwald en anderen hebben heel veel van dit soort testen gedaan. U kunt online, als u Harvard en Implicit intypt in Google, kunt u zelf ook online allerlei verschillende testen doen. In Amerika doen ze dit met witte en zwarte Amerikaanse namen en positieve en negatieve woorden. Enorm effect. Kunt u vragen, wat doen zwarte Amerikanen dan? Wat denkt u? Die vertonen precies hetzelfde effect. Iets minder sterk, maar die groeien in dezelfde cultuur op. En voor veel zwarte Amerikanen geldt ook dat ze een sterkere associatie hebben met zwart negatief en wit positief dan omgekeerd. Moet u eens over nadenken wat dat betekent. Van je eigen groep. De testen zijn ook gedaan met vrouwen en huishouden versus mannen en carrière enzovoort. Alle stereotypen kan je eigenlijk terugvinden in zo'n test. En het interessante is dit dan je mening? En daar zou ik beargumenteren, nee. We kunnen best een andere mening hebben. De vraag is, dit soort impliciete associaties, zoals we hier die net ervaren hebben met z'n allen, beïnvloeden die dan wel ons gedrag? Wordt ons gedrag wat we uiteindelijk vertonen richting anderen? Wordt het nou beïnvloed door onze expliciete mening, wat we vinden? Of wordt dat beïnvloed door dit soort impliciete associaties? Goeie vraag toch? Daar gaat het volgende college over.